Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Je denkt bij je eigen, goedemiddag? Ja, goedemiddag. Ik ben de hele dag eigenlijk wel al bezig geweest met de was en alles. En ik sta nu op de school van Jordi samen met Liam en Sam. Want ja, er moet natuurlijk een kind opgehaald worden. En daar ben ik nu mee bezig. Ik ben wel veel te vroeg. Dus ik heb nog even lekker de airco aanstaan voor de jongens, zodat ze niet in een hete auto zitten. En dan is het zo dadelijk een kwestie van Jordi aanpakken en weer naar huis. Dus dat. En ja, voor de rest zien we het wel hoe het allemaal loopt. Ik dacht dat ik nog hier slippers had liggen. En ja hoor, ik heb nog slippers liggen. Ik heb ook nog speelgoed liggen, zie ik hier. Oeh, dat is handig. Kijk eens wat mama gevonden heeft, jongens. Sam, wil jij die? Wil je auto's? Dus die hebben we ook nog. Wil je auto's? Alsjeblieft. Zo vind je nog eens iets. Ik wist niet dat het daar lag. Nou, dan weten we het nou. Dus ja, ik ga heel even Jordi ophalen en zorgen dat hij in ieder geval weer thuis is. En dan is het een kwestie van eten maken, et cetera. Maar ja, wat ik nog wou zeggen is, ik was met Sam naar de consultatiebureau. En hij weegt gewoon 13,7 kilo. Dus 13 kilo 70 gram. Ja, dat is wel een Winnie de Pooh in een snoeppot. Maar goed, ik ga heel eventjes wachten met de kindjes en zorgen dat ze een filmpje hebben. En dan kan ik Jordi ophalen. We hebben hem opgehaald hoor. Jazeker. Hè? Lekker knulleken. Liam is in slaap gevallen. En hier de Sammy. Even lekker het tabletje kijken. Ja, was weer wennen voor jou op school hè. Maar hij had het wel leuk gehad. Joef, ga nou eens fietsen. Moet ik wel even een fiets voor de kopen, want bestaan die eigenlijk wel hondenfietsen? Hi. Hi, kom maar. Matte, kom je nog even knuffelen met mama? Hey, niet wegkijken jij, hè? Even knuffelen. Even knuffelen. Even knuffelen. Ik hou van jou. Met je mooie hanenkam. Ja. Hallo. Heb je daar nou weer zitten? Wacht. Mama even kijken. Oh, ik heb hem. Was een haartje. Hi. 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 En toen was het alweer tijd voor een flesje. Lekker samen met je broertje liggen. En met Joefie erbij. Lekker liggen. Dus we gaan zo naar bed. Dan gaan we hier even opruimen. En dan brood smeren, spullen klaarleggen. En dan is het alweer tijd om bijna naar bed te gaan. Inmiddels hebben we Liam opgehaald. Sam ligt nog op bed, die moet ik zo gaan wakker maken. Maar er reed een vrachtwagen voorbij en daar had hij in de gaten. Zij staat daar. Wauw. Wauw. Jullie hebben er wel weer een bende van gemaakt, toch? Kom, daar weg. Liam, van de vensterbank nu af, hè? Kom, eraf. Kijk uit. Goed zo. Waar heb je au? Waar heb je au? Laat zien. Laat zien. Oh.
Ja, je gaat zelf allemaal rommel staan te maken, jongen. Dus het is niet gek dat je ook dadelijk ergens overheen kan vallen, hè? Ja. Oh. Mama gaat Sammy wakker maken. Dan gaan we Jordi halen. Oké? Okay? Goed? Blop, 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 blop. Blop, 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 blop. Dus ja, dat. Eén goedemorgen. Ik heb gisteren niet meer gevlogd. Liam is vandaag thuis. Ik heb Jordi en Sam al naar schooltje gedaan. Liam blijft ook deze hele week thuis. Liam heeft een beetje moeite ermee om te reguleren om weer naar school te gaan. Het was elke dag weer feest dat hij niet wou. Dus toen heb ik met school afgesproken dat hij gewoon de rest van de week weer thuis blijft. Want hij had namelijk als uiting dat hij ging bijten. Hij heeft 3 kindjes blijkbaar gebeten. Ja, dat kan. Het is nou eenmaal zo. We zijn ermee bezig. En ja, dat is gewoon een uiting van hem. Dus ja, kunnen we niks aan doen. Maar goed, Liam is dus thuis. Ik heb lekker een schaaltje met lekkers gemaakt voor hem. Zodat hij lekker wat dingetjes kan snoepen. Kijk, Liam. Kom je? Kom je? Mama zit hier op tafel. Kijk. Allemaal lekkers. Allemaal lekkers. Oeh, hij gaat de ei eerst pakken, denk ik. Oeh, dat is lekker. Dat is eitje. Oeh. Dat is wel allemaal lekker, hè? Kaasjes en worstje en nectarientje en aardbeidjes en komkom en augurkje. Dat is lekker, hè? Hm? Dus hij gaat lekker zitten snacken. Ik ga mijn tabletje geven. En dan denk je misschien bij je eigen, waarom ga je mijn tablet geven? Nou, hij heeft gewoon voor zichzelf enorm veel druk. En ja, dat kan hij lekker snacken en lekker tablet kijken. Dat je Sammy is naar school. Nee. Jawel, Sam is naar schooltje. Bye. Ja, die gaan we straks weer halen. Is dat goed? Ja, Sam. Sam? Sam? Ja. Sam is naar schooltje, schat. Ja. Sam is naar schooltje. Die gaan we strakjes halen. Hm? Doe toch strakjes halen, Sammy? Dan. Ja, Sam. Dan. Dan. Sam. Dan. Sam. Dan. Sam. Daar. Goed zo. Daar. Ja. Goed gedaan, zeg. Wat zeg je dat goed? Sam. Ja, Sam. Dan. Sammy komt dadelijk, schatje. We doen Sammy dadelijk halen. En dan vanmiddag halen we Jordi weer. Is dat goed? Dan. Ja. Ja? Oké. Okay. Dan. Sam is naar schooltje. Dan. Hij zit dit Sam te roepen. Zo'n schatje. Zo'n schatje. Ik heb Jordi net opgehaald van school. Ik heb een klein inimini dingetje. Hij heeft een buikpijndag gehad. Dus. Het slaapt. Ik ga heel even kijken. Ik laat hem een kwartier, 20 minuten slapen. En dan hoop ik hem toch wakker te krijgen. Zodat we nog naar fysio kunnen. Ik heb ze al wel ingelicht hoor, daar niet van. Maar. Want we moeten ook nog naar de tandarts straks. Naar de smoelensmid. Daar moeten de kinderen ook nog heen. Dus dat. Hij is van ik ben lenig naar opgebaard gegaan, denk ik. Ik heb Liam even boven neergezet. Want die was hier de boel aan het koeieneren. En ik was het beu. Dus die zit even op zijn kamer. Niels komt zo thuis. En dan helpt Niels mij heel eventjes met alles klaarmaken. Zodat we naar de tandarts kunnen. Ik en Niels hoeven niet naar de tandarts, maar de 3 etters, de Bambix Bende, moet naar de tandarts. Ook dat moet gebeuren. Dus ja, dat gaan we zomaar eens even regelen dan. En dan komen we thuis dadelijk en dan eten we frietjes. En dan is het alweer tijd bijna voor ze om naar bed te gaan. Hoe mijn kop eruit ziet, zo voel ik me. En zo gaat mijn ochtend.
toppie. Nou ja, zoals je ziet, ik heb niet veel aan mijn haar gedaan. Ik zie eruit als, ik weet niet. Maar vlodder denk ik of zo, ik weet niet. Ik heb Jordi naar school gebracht. Is allemaal zonder problemen verlopen. Allemaal helemaal prima. Toen moest ik naar de winkel. Ja, jij hè? Deze etter. Die nou fruit aan het eten is. Die heeft samen met zijn broertje de boel op stelten gezet. En ik had de bollenkar mee. En ik ben blij dat ik weer thuis was. Dus ja. Dat. Meestal als Sam op bed ligt. Hij heeft trouwens heel vaak zijn hoofd gestoten. Echt. Klus. Maar altijd als Sam op bed ligt. Dan hebben we altijd even mama en Lia momentjes. En dat kan 5 minuten zijn. Dat kan 10 minuten zijn. Maar het kan ook zoals nu. Gewoon dik 3 kwartier zijn. Mama. Nee, luister. Mama. Mama. Jawel. Nam. Nee, niet nam nam. Mama. En papa. Niet zo. Kijk, dat kan jij gewoon. Kom eens hier. Papa. Je hebt al eerder laten zien dat je dit kan. Papa. Goed zo. En mama? Papa. Goed zo. En mama? Mama? Mama. Ja? Mama. Oké. En opa? Opa. Opa. Mama. En papa. Oma. Goed zo. Mama. Mama, goed zo. Mama. Mama, mama. Oma. Mama. En wat is kusje dan? Kusje. Mama, 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 mama. Wat is kusje? Mama, mama, mama. Oh, kusje. Nee. Goed zo, dat is lief. Hij geeft jullie allemaal een dikke kus. We hebben Jordi opgehaald. Die zit daar. Liam is ondertussen het keukentje aan het spelen. Een filmpje aan het kijken. Chipjes aan het eten. En Sammy is ook chipjes aan het eten. Ik heb een cake in de oven staan. Tada! Een chocoladecake. En... oh. Ik raak het zenuwhoesje maar niet kwijt. Dus ja. Maar ja. Dat. Ik weet ook waar het zenuwhoesje vandaan komt hoor. Ik heb gewoon op dit moment te veel wat speelt. Onder andere Liam. Sam. Jordi gaat allemaal wel oké. Okay, maar dat zijn wel de dingen waarvan ik denk van... Dus dat zenuwhoesje gaat weer weg op het moment dat het hier weer wat rustiger wordt. Wat dat betreft. Dus ja. Als ik mijn eigen druk maak, krijg ik een zenuwhoesje. Heb ik er echt al vanaf kleins af aan. Dus ja. Maar goed, alles gaat hiervoor prima. En weet... De kinderen eten straks poffertjes. Wij eten broodje hamburger. Want ik heb geen zin om moeilijk te doen. De kindjes die hebben poffertjes gegeten. Niels is nu net thuis. Dus ik heb eten gemaakt voor Niels en mij. En wij eten broodje hamburger. Yum yum. Is lekker? Mm-hmm. Ja, hij vindt het lekker. Dus dan zal ik het ook vast en zeker wel te smullen vinden. Niels. Ja. We zitten op de bank. Ja. Te genieten dat de kindjes slapen. Ja. En we hebben de boel opgeruimd. Ben ik? Nee. Nee.
Maar we gaan ook zo naar bedje. Ja. En het is ook het einde van de vlog. Ja. Dus wat gaan we doen? Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.